Goedemorgen. Goedemorgen, Johnny Valentino. Goedemorgen, Wil. Alles goed? Ja, met bij jou. Ja, goed. Lekker. Ja. Hey, welkom in het programma Johnny Valentino. De reden dat u hier uitgenodigd is vanwege de nieuwe single Mi Amore. Ja, mooi is die, hè? Ja, mooie single. Ik draai dus juist de Wakka Wakka. Dat is een heel andere single, hè? Ja, dat is heel wat anders. Ook hartstikke leuk, maar dat is inderdaad een heel ander soort muziek. Maar de Wakka Wakka, ja, die doen we heel veel op de vakantieparken. Maar Mi Amore, dat is net even voor een wat breder publiek. Ja. Wie, is dat dat je een andere weg gaat inslaan, Johnny? Nou, ik ben in contact gekomen met Laurens van Wessel. En dat is de producer van Frans Bauer. En die heeft gezegd, nou, laten we deze kant eens gaan proberen. En dat is hartstikke goed bevallen. En we gaan met Laurens in ieder geval dit jaar nog 1 of 2 platen maken. En we hebben een deal gemaakt dat we 6 platen gaan maken in 2 jaar tijd. En wel een beetje in deze stijl. Dus dit is helemaal op mijn lijf geschreven, zeg maar. Ja, want voordien was jij eigenlijk meer, positief bedoeld hoor, een feestzanger, hè? Ja, maar dan ben ik nog steeds feestzanger. Dat gaat natuurlijk niet uit je. En Mi Amore is natuurlijk meer, meer voor een breed publiek. Maar de feestliedjes, dat blijven we gewoon doen natuurlijk. Dus dat, en Mi Amore is daarom, die past er makkelijk tussen. Ja, het is wel jouw 25e single, klopt dat? Ja, niet normaal hè. 25e single van Johnny Valentino. Ja, en we gaan op naar de 30. Ja, maar dat is toch een beetje een jubileum, of niet? Ja, een beetje een jubileumsingel inderdaad. Nou ja, daarvoor ben ik ontzettend trots dat hij door elk radiostation in Nederland en België Nederlandstalig wordt gedraaid. Dus daar ben ik heel trots op. En dat is voor mij een stukje respect dat het de 25e single is. Ja, wat heb je toch, wat heb jij waar ik niet heb? Om met zo'n mooie dame als Chantal Wijnen in zo'n clip te gaan. Niet normaal, hè? Ja, nou, Chantal heb in Come In My Arm ook al meegedaan in de clip. En daar heb ik heel goed contact mee. Ja, en daar wil ik nog wel een paar clipjes mee opnemen. Dus dat begrijp ik. Nee, Chantal is een leuke meid, knappe meid. En we hebben een leuk contact. Dus dat, daar gaan we nog mee doen. Kom helemaal goed. Hoe is het nu in deze moeilijke tijd? Zit je nou echt onder stil, Johnny? Of ben je toch met andere dingen bezig? Ik zit nooit stil. Volgens mij volg jij me ook wel een beetje op Facebook. Nee, ik ben eigenlijk toen de corona begonnen, dan ben ik gelijk als een van de eerste van Nederland begonnen met de huisconcerten. Dus als iemand jarig was, kwam ik even 20 minuten voor de deur zingen. Dat doe ik nog steeds. En ik heb vorig jaar gewoon alle vakantieparken die ik normaal heb, die heb ik tot half december mogen doen. Dus voor mij was er eigenlijk niks anders. Ja, de optredens waren anders dan anders en ik moest andere dingen doen. Maar qua financiën was eigenlijk 2020 hetzelfde als 2019. En we gaan nu nog steeds door met de vakantieparken. Dat doe ik nog steeds elke week. Alleen op een heel andere manier dan dat ik normaal doe. Ja, even voor de luisteraars. Hè. Jij bent dan op zo'n vakantiepark. En jij maakt daar in zo'n park voor die mensen die daar verblijven. Een soort middag entertainment, hè? Ja, ik doe het entertainment van jong tot oud. Dus ik vermaak de kinderen. Maar ik vermaak ook de vaders en de moeders en de opa's en de oma's. Dus, dus ik ben multi-inzetbaar. En nu rijden we met een golfkarretje over het park heen. Met een box. En dan rijd ik zingend het park over. En af en toe stoppen we even. Hoe krijg je dat dan voor elkaar? Wat ik zeg, ik ben niet iemand van stilzitten en van afwachten. Ja. Dus elke keer verzin ik wel wat nieuws. Ik ben beroepsentertainer. Ja, en dan vind ik gewoon dat je aan de... Er zijn zat mogelijkheden om op te treden, dus dat moet je ook gewoon benutten. Ja, maar waar haal je toch die energie vandaan? Ja, nou ja, ik sport helemaal even al, dus... ik vind zingen, optreden, vind ik het allerleukste om te mogen doen en te kunnen doen. Ja, en zolang ik dat mag doen, dan komt die energie vanzelf ook, hè? Ja, maar muzikaal betreft, dus even terugkomen op de single Mi Amore. Muzikaal betreft ga je dus duidelijk een andere weg in. Ja, we gaan meer... Ja, hoe moet je deze muziek noemen? Het is niet een echt levenslied. Misschien, jij bent een DJ en misschien kan jij het beter omschrijven. Maar we gaan inderdaad een iets andere, voor een breder publiek gaan we plaatjes maken, laat ik het zo zeggen. Ja. Ik vind wel, en dat is nogmaals ook erg positief bedoeld, je laat wel de mooie andere kant van jou horen. Ja, nou ja, dat heb ik nu bij de radio's, die zeggen ook ja. Johnny Valentino is toch een redelijke zanger, dat hij dit soort dingen
kan laten horen. Dat hebben we normaal in het verleden niet gehoord. Dus dat, ja, dat is alleen maar positief natuurlijk. Ja. Nogmaals, gaan we verder. Gaan we zeker doen. Even de luisteraars die meeluisteren, waar kunnen ze meer informatie vinden? Want er zijn twee namen, Johnny Valentino en Wally Priel. Johnny Valentino, we hebben een mooie Facebookpagina zitten we natuurlijk op. En we hebben een mooie website, johnnyvalentino.nl. Als je Johnny Valentino googelt, dan kom je vanzelf overal terecht. We hebben leuke clipjes. En ik zou zeggen, ga eens een keer naar YouTube, ga er alle clipjes even kijken van Johnny Valentino. Of tik hem even aan op Spotify, dan zijn we allemaal weer blij. En vandaag, hemelvaartdag, voor jou rustig? Nee, ik heb vanochtend al, het is niet te geloven, ik heb al een mini-optredetje gedaan bij iemand voor de deur. Ja, je was er al vroeg bij vanmorgen. Ja, ik was er al vroeg bij, ja. Dat vind ik helemaal niet erg, ik vind het leuk. Goed, we gaan dan zingen, Brian. Je mag hem zelf aankondigen, Johnny. Nou, dat gaan we doen. Dames en heren, opens en opens, nichten, neven, boeren, burgers en buitenlui. Hier is hij dan op jouw favoriete radiostation. Johnny Valentino met Mi Amore. Tot de volgende keer en nog een fijne dag. Heel goed, Wil. Dankjewel. Hoi.